De kenners weten het. Ik hou van hybride techniek. De Joep-kenners, zeg maar. En vandaag zit ik in een interessante plug-in hybride. En ik vind hem interessant omdat ik er nog nooit mee gereden heb. Een Mitsubishi Outlander PHEV. Het rijdende bewijs dat Nederland auto rijdt met de hand op de knip. Want deze was lekker goedkoop in de lease. En toen zag je iedereen ermee rijden. Want weinig bijtelling. Beetje Tesla verhaal, zeg maar. Polo, drie cilinder, diesel. Alles wat goedkoop is. Dat zie je in Nederland op elke hoek van de straat staan. En dat was met deze auto niet anders. En daar werd dan geklaagd dat al die mensen met die auto's niet stekkerden, maar allemaal met 130 op de linkerbaan van de snelweg 1 op 8 reden. Dat is allemaal helemaal niet goed voor het milieu. En allemaal mensen met meningen. Dit exemplaar van 2014 heeft net iets meer dan 3 ton onder de wielen. Eerste indruk is helemaal niet verkeerd. Hij ziet er netjes uit van binnen en van buiten. Hij start, hij loopt, de stoelverwarming werkt. De klimaatcontrole is het hier voor mij allemaal lekker fris aan het maken. De accu is redelijk leeg, de hybride accu. Dus ik heb hem even in de charge modus gezet. Om er een beetje prik in te krijgen. Zodat ik straks ook het hybride CQ elektrisch systeem tijdens het rijden kan proberen. Ik wil een beetje de PHEV ervaring hebben op het moment dat je zo'n auto gestekkerd hebt. Dus dan zet ik hem straks gewoon even uit. Dan zet ik hem weer in zijn normale modus. En dan rijd ik opnieuw weg. Net alsof ik thuis vertrek, 's morgens. Door de woonwijk heen. Eens even kijken wat hij dan, hoe de combinatie van die elektromotor en die verbrandingsmotor werkt. Het accu-icoontje staat inmiddels op een derde ongeveer. En de auto zegt dat ik nu 5 kilometer elektrisch kan rijden. Wat niet echt indrukwekkend is. Maar naar eigen zeggen van de eigenaar is de accucapaciteit ook ongeveer gehalveerd. Sinds nieuw. Er is niet zo heel veel van over. Ik ga hem nu eventjes hier aan de kant zetten. En dan zoek ik even die knop op. Want ik stond nu in de charge modus. Die zet ik uit. En dan zijn we nu gewoon weer met een normale hybride onderweg. De verbrandingsmotor gaat ik direct uit. Ik rijd nu weg. En elektrisch. Enjoy the silence. We komen net van de snelweg af met de Outlander en daar doet hij het goed. Trilt niet, is lekker stil, adaptieve cruise control werkt. Het is gewoon oké allemaal. Ik ben niet echt onder de indruk van de aandrijving, maar dat is denk ik een producteigenschap. Het is gewoon een relatief langzame auto. Als je 100 rijdt en je wil naar de 130 toe, kan je een boterhammetje eten onderweg, zeg maar. Dat hybride systeem. We zijn nu van de snelweg af. Ik heb hem even in zijn eco-modus gezet. Het werkt wel. Alleen de laadtoestand van die accu, die is geen enkel moment boven de 4 kilometer rijbereik geweest. Terwijl ik echt een tijd in die charge-modus heb gereden. Ik vraag me af, er is gewoon niet zoveel van die capaciteit over volgens mij. En dat is wel jammer, want als je stekkert aan huis, dan zal die vanuit de fabriek misschien 30 of 25 kilometer elektrisch gekund hebben. Terwijl als dat accu'tje nu op een derde staat, staat er 4 kilometer op die teller. Dus dat zou betekenen dat er 12 kilometer range over is. Wat trouwens ook negatief in het oog springt, dat is het weer dat stuurgedrag. Maar deze auto trekt te pas en te onpas naar rechts.
En dat vond ik toch het benoemen wel even waard. Om dat specifiek nog aan te stippen. Want het ene moment gaat hij gewoon lekker rechtdoor. En het volgende moment gaat hij rechtsaf als je het stuur loslaat. En dat lijkt ingegeven door oneffenheden in het wegdek en spoorvorming. Nou, dat is normaal dat een auto daarop reageert. Maar deze auto gaat dan structureel rechtsaf. En dat is niet normaal, want als het puur wegdek afhankelijk is, dat onderstel lijnt gewoon goed uit en slijtages links en rechts zijn gelijk, dan gaat hij soms naar links en soms naar rechts, maar over het algemeen gewoon rechtdoor. En deze auto gaat over het algemeen rechtsaf en soms rechtdoor. Dat klopt niet. Bandengeluid, dat zal dus iets met het merktype en al dan niet gekupte banden hebben. De stuur staat een beetje scheef bij rechtuit rijden, duidt op een probleem in het onderstel en trekt wat naar rechts. En accu'tje is dus niet zo fit meer. Maar ja, dat is alles. Na 20 kilometer al of zo, ziet er goed uit voor deze auto. Nou, een klokje rond, dat moest er natuurlijk een keer van komen. De Mitsubishi Outlander PHEV. Ooit waren de wegen ervan vergeven. Inmiddels zijn er al veel geëxporteerd. Maar jij blijft er trouw in rondrijden, want je hebt hem al een hele tijd. Ja. Is er veel mee geweest in al die jaren? Nou, eigenlijk nagenoeg niet. Nee? Het blijft rijden en onderhoud. Wanneer hebben we de remblokken gedaan? Bij 280.000 kilometer voor de eerst. Oké. En achter zijn ze nog origineel. Ik ben benieuwd wat ze daarvan vinden zometeen. Ja, originele remblokken achter. En de grote vraag is natuurlijk, doet de accu het nog een beetje? Hij gaat wel achteruit. Mm-hmm. Je merkt dat hij wat minder krachtig is, maar hij doet het nog steeds. Okay. Het voordeel is dat je hem sneller opgeladen hebt. Dat doet ongeveer de helft van wat hij deed. Ja, zo kun je het ook zien. Heb je enig idee hoeveel kracht er nog in je zit? Ja, dat is ongeveer de helft. Het is een 40 ampère accu, nieuw, en nu doet hij nog 18. De helft nog. Ja, ongeveer de helft. Hey, en de keuring, wat gaat het worden? Gaat hij er met vlag en wimpel doorheen of ga je straks hier de achterdeur naar buiten? Nee, met vlag en wimpel. Ja? Oeh, dat is een gewaagde uitspraak. Ja, absoluut. Er zit één dingetje in, dat weet ik. Maar ik ben benieuwd of dat er ook hier uitkomt. Daar moet ik nog een afspraak van maken bij de dealer. Maar voor de rest perfect. Oké, een Outlander met één vouwtje dus vandaag. Ja. We moeten met je zoeken naar defecten en dat is wel dat is een goed teken. Hij rijdt goed en hij is dus ook redelijk goed. Onder de motorkap viel er bar weinig te vertellen en er is ook bar weinig aan gerepareerd. Onder de auto vinden we wel het een en ander aan dingetjes. Er is er hier een uitlaatsteun afgescheurd. En als we verder doorlopen naar achteren toe, komen we bij de ophanging van de elektromotor, wielophanging, draagarmen en dergelijke. Hier is ooit al een rubber van de elektromotor vervangen en ik denk dat ik weet welke dat is. Want die is weer aan het scheuren. Die is nog niet afgescheurd, hoeft nu nog niks aan gedaan te worden. Maar ergens rond de 2 ton is dat een keer gedaan. Nou, dat is een tonnetje geleden. En je ziet nu dat er weer wat scheurvorming ontstaat. Dus waarschijnlijk moet die over een tonnetje weer. Wat hier het meest opvalt, dat zijn de montagepunten van de achterschokdempers. Dat zijn schokdempers en veren gecombineerd. Een McPherson veerpoot noemen we dat. En er staat heel veel spanning op die rubbers, want het hele wagengewicht drukt daarop. Die dingen zijn volledig uitgezakt. Die auto is misschien wel een centimeter lager geworden, doordat die onderdelen versleten zijn. En dat komt enerzijds door het rijden, maar anderzijds ook doordat dat hele voertuiggewicht op dat onderdeel leunt. Dus als je een schokdemper of een veer vervangt bij een auto die 5, 6, 7, 8 jaar oud is en wat kilometers gehad heeft, dan moet je dat soort rubbers altijd mee vervangen. Want dat is gewoon of al versleten of in ieder geval over de helft van zijn levensduur, zeg maar. En wat we vaak zien is dat de rijhoogte van een auto dan met een centimeter of soms wel 2 centimeter toeneemt. Gewoon dat ingezakte rubber vervangen voor nieuw zorgt ervoor dat die auto ineens weer omhoog komt. We kijken hier naar een 8 jaar oude winterband
En eigenlijk is de leeftijd van die band op zich al een reden om hem te vervangen. Bij auto's zijn daar in Nederland geen regels voor. In Duitsland, de TÜV is wat strenger. Bij bepaalde mate van scheurvorming moet je je banden gewoon vervangen, anders kom je niet door de APK. En hier is ook sprake van die scheurvorming waarmee je in Duitsland dus niet meer door een APK heen zou komen. Gemiddelde leeftijd van een autoband, ja, ik zou zeggen een jaar of 5, 6 en dan is de mooi er wel vanaf. De samenstelling van het rubber verandert, het veroudert, ze worden harder, je hebt minder tractie, je krijgt last van droogtescheuren. En 8 jaar, ja, dan is de koek echt wel op. Aan de achterkant van de auto vallen 2 dingen op, of 3 eigenlijk. De achterbanden zijn zoals verwacht licht gekupt. Daar komen de bandengeluiden vandaan. Voor heeft het ook al een beetje. Ik kijk hier naar een van de dunste sets remblokken die ik ooit gezien heb, denk ik. Dit is echt een, misschien nog 1,5 millimeter van het ijzer op ijzer moment. Maar dat zijn echt de originele remblokken. Die zitten er dus al 3 ton onder. De achterkant van de auto remt vermoedelijk voornamelijk regeneratief. Dus als je remt, dan wordt de elektromotor een dynamo. En die remblokken zelf, die hoeven bijna niks te doen. Dus normaal gesproken zou je zeggen met de onderhoudsbeurt, nou, dat gaat geen 10.000 kilometer meer goed, dat moet er nieuw op. Alleen als iemand er al zo lang over gedaan heeft om in dit stadium te komen, ja, dan duurt het ook nog wel even voordat dit randje is opgeremd. En als het dan zover is, dan is het eigenlijk ook meteen tijd voor een ander setje schijven. Dus dan kan je net zo goed doorgaan totdat het herrie begint te maken. En dan de hele set in 1 keer vervangen. Het is natuurlijk wel vervelend als dat op vakantie gebeurt. Dus ja, het is een beetje keuze van de bereider wat je hier doet. Voor de winterbanden hierachter geldt dat ze qua profiel eigenlijk nog slechter zijn dan de voorbanden. Dit zijn feitelijk geen winterbanden meer. En waar je dat dan ook vaak aan ziet, is dat al die extra zaagtandjes die er in een winterband zitten, die verdwijnen. Die zijn niet zo diep als de hoofdgroeven van het profiel. Dus op een gegeven moment kom je onder die 4 mm, 3,5 of 3. En dan ziet hij er eigenlijk meer uit als een zomerband. Omdat al die extra ribbels niet zo diep in dat profiel gestoken zijn. En dan is het letterlijk echt gewoon een zomerband. Joep, ik had het idee dat het een taaie opdracht was om hier gebreken aan te vinden. Ik hou van een uitdaging, dus dat is op zich wel gelukt. Maar vooropgesteld, dit is een goede auto wat mij betreft. Er is weinig aan gesleuteld, hij rijdt goed, er mankeert niet veel aan. Maar we hebben wel een aantal dingetjes. Er is een kleppendekselpakking die begint te zweten. Is een beetje mierenneukerij, daar zou ik nog niks aan doen. Mm-hmm. Uitlaatsteuntje gescheurd. Maar er zijn ook een aantal dingen waarvan ik denk van ja, dat kan net wat beter. En het is niet heel veel moeite om deze auto perfect te krijgen. Oké. Dus een paar banden, wat remblokken, uitlaatsteuntje lassen, schoktempertjes achter. Wat hadden we nou nog meer? Er zit iets in die wielophanging waardoor die een beetje scheef trekt. Dat moet ook te vinden en op te lossen zijn. Dat vind ik een prestatie op zich, dat je na 7 jaar en 300.000 kilometer zeg maar zo'n stukje verwijderd bent van een auto die perfect is. Ja, voor mij als techneut is dat een kans die je niet moet laten lopen, zeg maar. Die moet je gewoon in orde te maken. Of die moet je in orde maken, dan hoef je daarna alleen nog maar te zorgen dat die in orde blijft. Als je het verval niet laat intreden, dan hou je hem gewoon. Ik zou er zelfs gewoon, denk ik, kijken of dat kan, knap jong gebruikt accupakket eronder. Dat je ook die range weer terug hebt. Ja. Er moeten toch een paar van die dingen op de sloop liggen. Dat vast wel, zou te vinden moeten zijn. Ja. Dus ja, ik vind het een goede auto. Ik zie nog wat potentie. Ja, nou, ik ga ze informeren wat zijn baas doet. Ja,
gaat. Ik hoor net dat je auto net niet perfect is. En ben jij dan zo iemand die zegt van nou, dan ga ik ervoor en dan wil ik hem helemaal goed hebben? Nou, hij moet wel goed blijven. Ik wil er voorlopig nog wel mee door. Ja. 300.000 is dan iets, maar dat is een 500.000 ook wel leuk. Ja. Gaat niet zo hard met corona, dan rij je wat minder. Ja. Maar ja, de basis is er, dus daar gaan we nog wel wat aan doen. Ja, en zo'n nieuw accupakket bijvoorbeeld? Zet je vanmiddag op onderdelenlijn te kijken? Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Maar ja, die investering vind ik dan zo groot dat het voordeel eigenlijk niet, niet terugkomt. Nee. Dus het scheelt nog niet genoeg. Als hij nou nog meer achteruit gaat, dan is dat zeker een overweging waard. En het liefst zou ik nog wat grotere willen. Maar die bestaat niet? Nog niet. Ja, even wachten, wie weet.